De wereldkampioenschappen judo in Parijs hebben Nederland en vooral Anton Geesink grote roem gebracht. De gevreesde Japanners sneuvelden de een na de ander. Geesink legde in de halve finale na anderhalve minuut Hitoshi Koga met een machtige tiende heupworp op de mat. De spanning in het stadion werd haast ondraaglijk. Zou de Japanse judo-hegemonie voor het eerst sinds 1882 worden doorbroken? Het leek onmogelijk, want wereldkampioen Kogi Sone, tegen wie Geesink in de finale uitkwam, geldt als de machtigste judoka van het Oosten. Het werd 8 minuten lang een ernstig spel van aftasten. Maar toen gebeurde het wonder. Met een derde beenworp vloerde Geesink zijn tegenstander, stortte zich met zijn volle 110 kilo op hem en maakte zich met een wurgende houtgreep meester van de wereldtitel. Een wild tumult brak los. 400 Nederlandse supporters bedolven Geesink onder een enthousiasme. Dat was echter nog niets vergeleken bij de dolle vreugde van de duizenden Utrechtenaren die hun stadgenoot 2 dagen later als een held inhaalden. Een golf van gejuich spoelde de 27-jarige wereldkampioen achterna toen hij het stadhuis betrad. Burgemeester de Ranitz, die zelf drager is van de bruine band, had zich in judopak gestoken om Geesink alle eer te bewijzen die hem toekwam. De opdringende en juichende menigte moesten de politie buiten worden gesloten, waarna de burgemeester door het tumult heen eindelijk het woord kon nemen. Wij zijn allemaal hier bij elkaar in uw stadhuis, wegens uw formidabele overwinning in Parijs, waar gij het wereldkampioenschap aan Japan hebt ontfutseld. Japan voelt zich natuurlijk een beetje gegrepen. Ik geloof wel dat ik mag zeggen dat Nederland zaterdagavond als het ware de wereld in zijn greep heeft gekregen. Burgemeester de Ranitz hing Anton Geesink hierna een reusachtige lauwerkrans om die hem als geen ander toekomt. Terwijl zijn vrouw trots toekeek, sprak Geesink een eenvoudig dankwoord. Allemaal hartelijk dank voor al hetgene wat dat u hebt gedaan. En deze avond zal echt voor mij onvergetelijk zijn. Nogmaals, hartelijk dank. En toen kwam het moment waarop de enthousiaste menigte, die zonder ophouden om de kampioen had geroepen, haar zin kreeg. Geesink werd naar een koets geduwd waarmee men hem in triomf door Utrecht reed, dat tot diep in de nacht de glorie van zijn grote stadgenoot uitjubelde.